Vaccineren zonder afspraak kan sinds deze week ook in Leeuwarden. Met deze stap hoopt de GGD Friesland weer een drempel weg te halen voor het nemen van een coronavaccin. Nou, eigenlijk is het heel eenvoudig. Je komt met je ID-bewijs en een mondkapje en je komt gewoon op de locatie en je wordt geprikt. Dat is alles. Je hebt meer niet nodig. Je hebt je uitnodigingsbrief heb je allemaal niet nodig. Dat hoeft niet. Wij kunnen gewoon in het systeem controleren. Want iedereen, zeg maar, we kunnen je leeftijd controleren omdat iedereen boven de 12 natuurlijk moet zijn. En dan vervolgens kunnen wij in het systeem controleren of je al een prik hebt gehad of niet. En dan word je gewoon geprikt. Voor mensen die een drukke agenda hebben of niet zo digitaal vaardig zijn, is dit een goede optie. De voornaamste reden is dat we mensen dat we zo min mogelijk drempels willen opwerpen. Zodat mensen zo makkelijk mogelijk een vaccinatie kunnen halen als ze daarvoor kiezen. Omdat een groot deel van de provincie al geprikt is, zijn vanaf deze week de kleinere vaccinatielocaties in Friesland gesloten. Dat zijn de locaties Appelscha, Franeker, Koudum en Dokkum. We zijn begonnen om bij zoveel mogelijk mensen zo dicht mogelijk in de buurt een vaccinatie te zetten. Maar op een gegeven ogenblik loopt deze vaccinatiecampagne ten einde en dat zie je nu. En dat betekent dat we veel meer ons gaan richten op fijnmazige, dus op wijkgerichte en doelgroepgerichte vaccinaties. En het is gewoon, het zijn ook al onze belastinggelden die we hierin steken. Dus we moeten ook een beetje zorgen dat dat wat efficiënt en effectief gedaan wordt. Dus daarom hebben we nu besloten, nu we minder prikken per week zetten, om de 4 buitenlocaties te sluiten.